We zijn aangekomen in Zwolle. We zitten in de IJsselhal. Daar is de poppenbeurs. Naast mij zit een... u bent een handpop? Ja, een handpop. Een handpop. Hoe bewegen ze u? Zo steeds met de handen. Nee, vrouwenkul, u gaat erover. Hè? U hebt er verstand van, toch? Niet echt, hoor. Nee, daarom. Daarom praat ik ook even met u. Is het gezellig binnen? Het is heel gezellig. Dan gaan we daar even kijken. Poppenbeurs. Oh, daar moet nou wel wat aan gebeuren. Ja, er moet van alles aan gebeuren. Ja, ja. Maar hoe zie je nou wat de bovenkant en wat de onderkant is? Dit is de bovenkant. De bovenkant is altijd wat boller dan de onderkant. Maar het is een soort IT nou, hè? Ja. Maar dat wordt die. Maar dat wordt soepel. Ja, ja, IT wordt die. Ja, echte haren erop. Echte haren pruiken zitten. Ja, ja. Hoe kom je aan die haren? Ja, van de hond? Kopen. Nee, nou, er zullen wel hondenharen, echte haren hondenharen bij zijn. Maar zit uw hond onder de kale plekken nu? Nee hoor, ik heb geen hond. Oh, u hebt geen hond. Moet ergens tussen... Ja, hier hangt hij. Dat is het voorgevormde kopje van Ursel de Geers. Kijk dat, hè? Je volgt niet met klei, lijkt je op Ursel. Maar ja, veel dingen die je volgt niet met klei lijken op Ursel natuurlijk, hè? Oh, god, gek. Wat is er? Tommy Rotkring. Oh, echt waar? Ja, zeker. Kun je het vinden? Ja. Oh. We hebben net een paar ogen gekocht. Een paar ogen gekocht? Ja. Hoezo? Kan je niet goed meer zien? Ik kan niet goed meer zien. Oh, wat handig, je koopt zo wat nieuws voor die jongens. Ik heb een paar nieuwe ogen. Ja, ik zie het. Oh, oh god, ze kijken hier zo aan allemaal, hè? Ja. Wordt eng eigenlijk, hè? Maar hier, waar? Ja, hebben jullie nieuwe ogen? Ja, waar was het? Waar was het voor? Voor een pop. Oh, zijn ogen niet meer goed? Nee, die moeten er nog in gemaakt worden. Oh, het is een nieuwe pop. Oh, wat hebben u gemaakt? Ach, niks. Kijk nou wat niks, leuk. Dan moet ik nou kijk nou leuk hier, Tineke de Nooi. Schattig, hè? Hier iets wat ze in België niet hebben dan? Nee, zijn wel andere standen toch wel. Oh, en oh. Ja, oh, dat is aanbestanden. Voorlopig nog niet, nee. Maar ik heb wel 6 poppen thuis zitten, hè. Ja, ja. Die mochten niet mee? Nee, ze mochten niet mee. Maar maak u ze of maak u ze? Ik maak ze niet. Ik mag de kleren ervoor. Oh, u maakt ze? Nee, ik maak ze ook niet. Ik fotografeer ze. U koopt ze? Ja, u koopt ze. En u kleedt ze aan. Blote poppen en u kleedt ze aan. Ja, het is opgelost, was even. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Kom je voor de poppen of kom je voor de beren? Nee, voor de poppen. Ach, voor de poppen. Ja. Maak u ook poppen? Nee. Nee? Oh, u koopt ze en u zet ze neer, leuk? Ja, ach, om naar te kijken. Om naar te kijken. Ja. Leuk zijn ze om naar te kijken. Ja. En ze kijken terug, je hebt er geen last van ze? Nee, en ze huilen niet. En ze pissen niet in de broek, je hebt er geen last van. Geen wassie. Geen wassie? Nee. En geen Adriaan? Nee, zo. Waar maakt u dat gezicht dan van? Porselein. Oh ja, in de... Het is allemaal handgemaakt. Helemaal hand? Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is wel schrikken geblazen natuurlijk. Als de visite de oven open doet, dan ligt, die ligt de bakken daar. Wat moet even gebakken worden natuurlijk, hoor. Hij kan ook helemaal op zijn knietjes zo. Ze maken wat, hè. Oh, ik ben dus een hekel. Vind je geen drommetje? Nou, leuk, hè. Oh, nou, vind het zo leuk. In het echt heb je ze niet zo gauw op de knietjes, hè. Nee. Jammer genoeg. Nee, niets meer over te vertellen. Ja, maar leuk, dan kan je eigenlijk, maar dan kan je dagen mee bezig zijn. Ja, oh, dan zet je weer op zijn knietjes en dan zet je weer op zijn kontje. Ja. Leuk, hè? Als en zijn tongetje eruit. Zijn tongetje eruit, dat vind ik ook altijd leuk. Zijn tongetje eruit. Het is net een heigend hert. Het is net een... Ik wou het niet zeggen, ik denk misschien alleen de review, maar u hebt gelijk, hoor. Het is inderdaad zo. Spaart u beren? Nou, niet spaar, ik vind ze wel leuk. Ja? Zoals, als hobby geen een paar beren in de kamer? Ik heb wel een beer thuis, maar dat is van vroeger nog even. Oh, en die knuffel je ook af en toe is zo? Af en toe, ja. Af en toe is het heel verdrietig. Lekker, hè? Ja. Even, dan moet je hem even knuffelen. Even, maar dat zijn van die intieme momenten, daar praat je liever niet over. Dat is tussen jou en de beer. Nee, dan moet je niet aan iedereen vertellen, nee. Nee, dan moet je niet met iedereen over praten. Dat is van heen. Ik heb mijn beer, die heet Ursel. Ursel de beer. Ja, Ursel de geer. Oh, is dat de geer? Ik haal ze altijd door elkaar heen, natuurlijk. Hebben u twee poppen onder de trui verstopt ook? Ja, ik heb twee poppen, maar dat laat ik niet zien. Nee, die hou je voor je tegen. Nou, die hou ik voor mezelf niet, maar dat doen we niet. Ja, gezellig zo'n beurs. Nou, daar komt me een knuffelbeer binnen, zeg. Godverdorie. Kijk. Nou, er wordt op jullie gewacht, hoor. Ja? Er wordt op jullie gewacht. Jongens, ze zijn daar. De knuffelberen zijn daar. Ja, hoor, daar komen de knuffelberen. Kijk eens, 3 stuks. Snel, en terug je kraam in. En je gaat er niet meer uit. Jammer, hè, die beren. Ja, beren, je kan ze niet vertrouwen. Ze lopen zo weg, hè. Erg jammer. Ik ga alleen even naar het toilet, terug naar Aalsmeer. Dit was de Berenbeurs uit Zwolle. Dat deed ik even normaal.